Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. Dit keer kijken we mee in de keuken bij Riga. Riga is tegenwoordig een speler van Pirates, BTS. En wat een matchmaking zeg. Hij speelt in Platoon met iemand van Y. En zij zijn de enige twee tier 9's. Ja, als je tier 9 rijdt, dan is dit de dream matchmaking natuurlijk. Ze spelen op Ratcher, de zuidelijke spawn. En Riga heeft me deze replay opgestuurd met ook nog wat uitleg erbij. En hij vertelt dat hij eigenlijk liever naar G5 wil. Dat zou inderdaad ook mijn keuze zijn als ik in een minimum rijd. Dan ga ik eigenlijk ook bijna altijd naar het midden. Maar Riga heeft besloten dat hij samen met zijn platoon buddy, die in de trottoir zit, de nullijn gaat verdedigen. En daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen als je top tier bent. Want dat is ook wel vaak een belangrijke knooppunt. He, zo rond 1-0, waar vaak veel heavies tegen elkaar komen te staan. Ja, als je dan top tier bent met deze twee tanks, is deze plek ook prima. Ik kijk deze replay voor het eerst, dus ik heb hem niet al eerder gezien. Dus voor mij is het ook nog een beetje een verrassing hoe het gaat uitpakken. Hoewel Riga dus al een beetje verteld heeft hoe het spelletje zich gaat ontvouwen. Ik zie dat er maar één artillerie is. Nou, dat is altijd fijn natuurlijk. Dat valt weer mee. Het is ook nog eens een low tier tussen aanhalingstekens artillerie. Dus dat scheelt. Centurion 7-1 speelt Riga in. De tier 9 Britse medium tank. Ik ben heel recent ook begonnen aan de medium tank lijn van de Britten. Ik ben pas bij de tier 4, dus dat gaat nog wel even duren. En met name deze tank en ook wel de Cromwell. Maar met name deze tank lijkt me echt wel erg leuk om te spelen. Vanwege die gun. Top gun is natuurlijk een fantastisch apparaat. Met hoge penetration. En de gun depressie en het goede turret armor van deze tank staan mij ook wel aan. Ik zie ook dat Riga zonder heat speelt. Hij heeft alleen maar APCR mee. En een paar HE shells. Of nou ja, hash natuurlijk inderdaad. Dat zijn hash shells. En dat zijn die speciale Britse high explosive shells met vrij hoge penetratie. Het lijkt erop alsof ze platoongenoot niet op teamspeak met hem zit, want hij is hier aan het typen of die met hem meekomt. Inmiddels heeft Riga het eerste damage shot gedaan op een super Pershing. Maar voor de rest nog niet heel veel gespien hier, behalve dan een IS-8. Nou, super Pershing is frontaal natuurlijk best een pittig target, maar voor een gun met dit soort penetratie is het in principe geen probleem. Ik zie nou trouwens pas dat hij ook nog in platoon zat met een WZ, die zojuist helaas een klootje heeft gelegd. Dat was me nog niet eerder opgevallen. Zijn platoonmaat in de Tortoise is nu naast hem komen staan. Nou hebben ze samen twee hele goede guns. Dus dat zijn het voordeel van die Britten, dat die topguns ook vaak hele goede penetratie en ook wel goede DPM hebben. Nou blijft dat van de Centurion wel wat achter. Maar vooral de Tortoise heeft natuurlijk een fantastische DPM. En samen kunnen ze hier natuurlijk behoorlijk wat bereiken. Hoewel de Tortoise nu aardig wat klapjes krijgt. Riga wacht op het moment totdat hij IS-8 zijn gun de andere kant op schiet. Heel goed. Dit zorgt ervoor dat Riga zelf geen schade oploopt. En nu is hij herladen. En is de IS-8 er vandoor. Ondertussen gaat het niet zo heel goed aan de andere kant. De 5-lijn heeft het lastig en ook de 1-lijn staat onder druk. Dus ja, Riga moet hier flink doorzetten om hier een breakthrough te krijgen. Maar je ziet wel een hoop enemy tanks daar staan. Dus ik kan me voorstellen dat hij wat voorzichtig opereert. Maar dit is wel lekker zeg. Hij laat de gun zingen, zoals dat zo mooi heet. Eigenlijk geen enkel moment dat hij niet schiet. Hij is herladen en bijna direct erop volgt een schot. Dat zijn altijd de betere potjes. En hier kunnen we de zeer goede gundepressie aan het werk zien van deze tank. Dat zou in een Russische medium nooit lukken vanaf deze positie. Maar in deze tank is dat geen probleem. That one
Volgens mij is dit pas de allereerste bounce. Nou, dat was op zich niet zo heel gek, want het was op de frontale armen van de T28 prototype. Onder een hele rare angle, dus op zich niet zo gek dat hij mis was gegaan. En hier de 500 van de tegenpartij die een goede flank heeft uitgevoerd. En Riga enigszins verrast. Gelukkig heeft Riga mazzel dat hij hem alleen maar track damage. Riga is erg snel met het repairen van zijn tracks. Alleen zuur dat hij nu een artichel vangt. Hij heeft natuurlijk geen repair kit meer, maar zo te zien heeft hij een hele goede repair crew. Want dat duurde volgens mij nog niet eens 5 seconden. Ja, inmiddels ziet het er niet goed uit. 4-9 achter. En ja, deze flank is niet echt gewonnen, ook niet verloren. Maar de andere flank is eigenlijk compleet gewiped. Alleen IS-3 staat daar nog, maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. En die leeuwen die hier net staat, die lijkt de AFK te zijn gegaan. Of die is gecrashed, dat zou kunnen. Maar heel vreemd, want het is volgens XVM een vrij goede speler. Die ontbreekt ineens. Nou, dat is, eigenlijk zijn ze dus nu nog maar effectief met 3 tanks en een artillerie. En ziet het er eigenlijk uit dat dit potje verloren gaat worden. T28 prototype heeft nog maar heel weinig health. Dus daar kunnen we eigenlijk niet te veel van verwachten. Dit schot had raak kunnen gaan in de zijkant van de turret van de T28 prototype, maar ja, het is een beetje troll armor af en toe die van de prototype. Die heeft Riga wel mazzel dat die Artie niet op hem focust, want hij bleef toch wel lang stilstaan. En Artie schiet gelukkig mis op de prototype. Maar als ik Riga was geweest, had ik iets meer cover gezocht, bijvoorbeeld het plekje wat hij nu opzoekt. En sowieso altijd zoveel mogelijk blijven bewegen. Nou, zijn buddy in de Tortoise kan nog een kill maken. Dat is mooi. Maar ze moeten hier eigenlijk opschieten, want ze kunnen hier niet te lang die prototype laten leven. Want de andere flank komt eraan en straks worden ze in hun rug gepakt. En dan is het spelletje natuurlijk sowieso over. Dus Riga maakt hier op het goede moment denk ik de beweging. En kan nu wel de zijkant van de turret penetraten. En dat geeft die prototype de kans om zijn moment te grijpen en de kill op te pakken. Dat is erg wenselijk. Ja, dat betekent dat deze flank nu al zo goed als gewonnen is. Er is natuurlijk ergens in de achtergrond nog een T28 prototype van de tegenstander. Maar dat is niet het, de grootste threat. De grootste threat is nu natuurlijk alle tanks die aan de andere kant staan. Met als grootste bedreiging denk ik de Centurion van de tegenpartij. Dan zul je hem hebben. Gelukkig is hij low AP. Dat scheelt. En is de kundepressie goed genoeg? Ja, de kundepressie is goed genoeg. Maar de turret armor van de Centurion is dus ook goed genoeg. En zorgt ervoor dat dit soort baas. En dat is spijtig. Maar nu is de herkansing daar. En zijn buddy in het vaas pakt hem. Helaas pakt Riga een schot. Ergens vanaf de 4-5 lijn. Nou, inmiddels wordt er gecapt. Nog een minuutje te gaan. Volgens de timer. Dus ze moeten opschieten. Ze zitten niet in de allersnelste tanks. Ja, en er zitten daar natuurlijk nogal wat meer tanks. Dus de verwachting is dat er nog meer in de cap gaan staan. En dan is het einde oefening. Dus ze moeten nu pronto naar de cap. Moeten die cappen. Eigenlijk heeft Riga ook geen tijd om te stoppen. Dat doet hij dan ook niet. Voor die AT-15. Gewoon door blijven rijden. En zijn platoonmaat kan hem afmaken. En dan is er eigenlijk alleen nog deze heuvel. Gelukkig een Artie die weer mist. Achter deze heuvel staat de cap, dus dat zou net moeten lukken. En daar is de boosdoener. Dat zul je dan altijd zien, dat heb ik ook zo vaak. Een schot in de zijkant van de tank die aan het cap is, dat zou eigenlijk nooit moeten missen. En dat mist dan. Typisch World of Tanks. Dat zorgt ervoor dat Riga een extra schot moet vangen van de jachttijger die ook nog eens de driver uitschakelt. Gelukkig het tweede schot. Wat Riga doet op die 112 zorgt er wel voor dat er gedecapt wordt. Dus het directe gevaar is afgewend. Maar ja, nu heeft hij te maken met een Hulldown Jachttiger 8.8. En daar kom je natuurlijk ook niet zo makkelijk doorheen. Zelfs niet met hoge penetratie APCR shells.
En hij moet natuurlijk ook altijd nog rekening houden met de artillerie van de tegenpartij. Daarom is dit boompje omduwen misschien niet het allerslimste. Inmiddels is een platoenmaat helaas eraan gegaan. De platoen van de jachtpanter 2 van de tegenpartij. Die staat dus ook nog ergens in koffer. Het zijn allemaal zaken die niet echt meehelpen. Gelukkig heeft hij nog wel de prototype aan zijn kant die min of meer een beetje de rechterkant afdekt. Nou, laat maar zitten, want die is dus ook gekild, ook door een tank die blijkbaar niet gespot is. Ja, hij kan eigenlijk geen schoten meer hebben. De jachtpanter 2 kan hem potentieel in één keer killen. Ook de prototype met een hoge rol samen kunnen killen. Dus, en dit is dan ook weer typisch, hè. Die low-roll op zo'n jacht Tiger 8x8. 2 AP over. Ja, dit had natuurlijk gewoon een kill moeten zijn. Het spel doet er in ieder geval alles aan om hem een nederlaag te bezorgen. Nou, deze prototype, die zou toch wel een one-shot moeten zijn. Oh, mooi schot zeg. Beetje mazzel. Was niet echt goed geaimd. Of niet helemaal volledig geaimd. Maar hij gaat raken. Een belangrijk schot, denk ik. En hij doet hier ook heel goed werk om de artillerie te dodgen. Gelukkig lukt dat. Hij heeft hier natuurlijk een fantastische positie. Hij kan hier heel down staan. Omdat zijn turret armor ervoor zorgt dat zijn turret armor aan het werk kan. Hij had hier een hoge rol op de jachtpanter 2. De jachtpanter 2 heeft niet hele goede armor. In ieder geval niet onder die hoek. En hij kan hij dus in 2 schoten afmaken. Ook weer een belangrijke kill. Maar nu heeft hij te maken met de jachttiger 8x8, die in de cap is gaan staan al een tijd. En hij laat nu zijn eerste hashshell. Omdat, stels als hij bounced, nou ja, kan je dus eigenlijk niet bouncen. Dan heb je in ieder geval damage en dan is de cap gereset. Artie heeft ze juist weer gemist, dus hij heeft wat tijd. Ja, mooi gedaan. Erg mooi gedaan. Nou, artillerie is inmiddels ook al naar voren gekomen. Ja, dit is in zijn voordeel. Want volgens mij heeft de artillerie net geschoten. Dus die zou nog in de reload moeten zitten. Is nu natuurlijk 1 versus 1. Dus hij heeft alleen maar die artie nog uit te schakelen. Maar die artie weet net op tijd in koffer te gaan. Ja, en nou zou je natuurlijk zomaar nog afgemaakt kunnen worden door die artie. Als je het hoekje ompiekt en hij staat precies goed ingezoomd. Maar de artie maakt een kapitale fout. En blijft niet in koffer staan. Ja, dat is natuurlijk vraag om problemen. En eigenlijk wordt die ga hier dan het einde nog cadeau gedaan. Maar in totaal natuurlijk echt een monsterpotje. Heel goed gedaan. En laten we gaan kijken naar de statistieken. We konden het natuurlijk al zien in de damage log. Heerlijk potje. En ook het aantal kills verraadt al dat het een monsterpot was. En Riga heeft een hoop medailles weten te verzamelen. Ace badge. Dat lijkt me niet zo heel erg verwonderlijk als je 8 kills maakt en zoveel damage doet. Nou, verder natuurlijk de Radley Walters medaille, omdat hij 8 kills heeft gehaald. Een welverdiende Defender medaille, 2 keer vlak voor het einde gedecapt. Levert een hoop decap points op. High Caliber, Top Gun en ook altijd een leuke medaille om te halen, Crucial Contribution. Als je in een platoon meer dan 12 kills doet, dan haal je die medaille. Nou, volgens mij had zijn platoonmaat uit mijn hoofd 4 kills en Riga 8, dus dat is al 12. In totaal bijna 6000 damage gedaan. Voor 8 kills is dat nog, valt dat nog mee. Maar ja, natuurlijk een superpot. Ook zijn platoenmaat in de Tortoise 4,4k damage en 4 kills. Die heeft zeker een groot aandeel gehad in deze win. Helaas de platoenmaat in de WZ wat minder. Die heeft zo te zien wel een medaille. Het zou een scoutmedaille kunnen zijn. Maar ja, die heeft een wat minder goed potje gehad. En bij de tegenpartij ook de Centurion Mark 7 bovenaan. Nou, dat geeft wel aan dat de Centurion Mark 7 zich erg thuis voelt als hij toptier is. Dit was natuurlijk dream matchmaking voor de Centurion 7. En beide Centurions hebben het aan beide kanten goed gedaan. In totaal 24 keer geschoten. Nou, we zagen in het begin al inderdaad heel veel accuracy. Het duurde pas heel lang voordat ze eerste bounce was. Dus 23 hits en daarvan 19 penetrations. Dus het laat goed zien hoe goed die gun is. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Riga geen heat meeneemt. Lijkt me totaal overbodig. Gewoon inderdaad APCR en wat hashshells en dan heb je genoeg. Totaal 100 defense points. Dat zorgt inderdaad voor die Defender medal. En ja, mooie credit income, 35.000. En de experience is natuurlijk ook niet mals. 1524 zonder premium, maar met premium 2286. Nou, dus voor een tier 9 pot zonder dubbel natuurlijk een fantastisch resultaat.
En ja, dit potje laat mij hunkeren naar deze tank. Zoals gezegd, ik ben pas net begonnen, dus ik ben nog wel even onderweg. Maar ik kijk zeker uit naar deze tank, want het lijkt me echt een heerlijke tank. En ik kan me voorstellen dat het een tank is die ik ook blijf houden en dus niet meer verkoop. Bedankt Riga voor het inzenden van je replay. Ik heb ervan genoten. En ja, erg strong carry om het zo maar te zeggen. Mensen, bedankt weer voor het kijken en tot gauw.